Hoi, ik ben Tom Lassing. Ik heb een paar leuke vragen binnengekregen uh, van lezers. En een van die uh, vragen is, uh, stel je direct een stoploss in? Nou, en ik vind dat een goede vraag, uh, want het is belangrijk. Voordat je een aandeel koopt, vind ik dat je moet bepalen waar je stoploss ligt. En waar je take profit ligt. En hoe je daarmee omgaat? Ik vind dat je dat van tevoren moet doen. En waarom? Dan heb je nog geen emotionele binding met die positie. Nou, en hoe kan je dat doen? Nou, Je kan gewoon bedragen noemen. En stel je koopt een aandeel voor 20 euro, je zegt op 18,96 verkoop ik, end of day, En nou, dat, dat is een mogelijkheid. Je kan ook zeggen van nou, ik koop zo'n aandeel en de stop los ligt 1 euro en 5 cent onder de hoogste koers. Die ooit, de slotkoers die ooit gehaald wordt. Dus op het moment dat het aandeel van 20 stijgt naar 30, en dan daalt het naar 28, zeg maar 75, dus onder jouw limiet, dan zeg je ja, nou neem ik mijn winst. En dat doe je dan bijvoorbeeld na half 5, of half, ja, na, na vijf eigenlijk, een half uur voor uh, einde uh, van de beursdag. Of je doet het rond 10 uur de volgende ochtend. En dan neem je die winst. Op het moment dat een aandeel zou blijven liggen, je hebt het gekocht en hij blijft liggen, ja, dan is dat prima. Dan is je stoploss nog niet geraakt. Blijf je gewoon zitten, blijf je wachten, totdat of dat hij omhoog gaat of dat hij daalt. Nou, en dan is de vraag: uh, zet je die stoploss in het systeem of hou je hem zelf bij? Nou, mijn advies is om zo'n stoploss niet in het systeem te zetten. Um, het is het even het punt, die stoplossers zijn mogelijk te zien door partijen die uh, in, jou, in dat systeem kunnen kijken, de broker zelf. En dan zou er dus, op het moment dat ze zien dat er een bepaald punt heel veel handel mogelijk is, dan zouden er partijen kunnen zijn en zeggen, oh, dan ga ik gewoon begin van de beursdag eens even proberen om dat te leggen. Nou is het zo, zelfs al zouden ze het niet inzien... Dan nog is het zo dat op het moment dat uh, ze een bepaalde koers zien, er is weinig handel, dan proberen ze dat nog, want die kennen die trucjes ook. Dus ik zet hem niet in het systeem om te voorkomen dat ik om vijf over negen het haasje ben, terwijl om tien uur er niks aan de hand is. Dus ik onthoud het zelf. Ik schrijf het op, een lijstje. Dit is mijn aandeel. Dit is de afspraak die ik erover heb. En ik moet dus één keer per dag of één keer per week, wat je wil, misschien zelfs nog één keer per maand, als je heel rustig uh, wil beleggen. Dan moet je kijken. En mijn advies is om minder te kijken. Ik, wat jij nu doet, ik weet het niet, maar minder. Um, hoe meer je kijkt, hoe meer je handelt, hoe, eigenlijk hoe meer je rendement schaadt. Dus uh, passief beleggen is wat dat betreft beter, maar dan wel met dat beleid wat je al van tevoren hebt bepaald. En dat is echt van belangrijk dat je dat, je dat doet. Um, ja, doe je nog iets met, uh, met dat feit dat om 9 uur die beurskoers anders is dan om 10 uur, hè, omdat er dus al orders in liggen die buiten het beursuren zijn ingelegd. Ja, ik probeer daar wel eens misbruik van te maken door ja, een beetje een belachelijke koers in te leggen. Op het moment dat zo'n beurshandelaar daar dan mee gaat spelen, uh, dan heb je kans dat ik mee kan doen. Of er is iemand die in paniek iets doet, en ja, dan. Ligt mijn order ook in. Dus soms probeer ik dat wel, maar zelden. Het, als ik dan wil handelen, doe ik dat toch vaak na tien. Uh, maar ja, dan ligt een kans. En ik ben nooit wel beroerd om eens een kansje te pakken als ik dat toch klaar ben. En als ik weet dat ik toch de tijd heb om om negen uur en om tien uur te kijken, dan probeer ik het wel. Nou, dan is het punt. Stel je voor, een aandeel gaat hartstikke goed. Koop ik dan bij? Nou, dat kan. Maar vaak is het zo dat mijn strategie is dat ik überhaupt in meerdere trains dat, dat koop. Uh, ik koop uh, voor 1000 euro en dan koop ik een maand later weer voor 1000 euro. Dus ja, uh, echt het bewust kopen omdat het aandeel omhoog is... Ja, ik koop er ook bij als de aandeel omlaag is, als dat in mijn strategie past, dat ik een bepaalde positie wil hebben. Stel je voor dat ik voor 10.000 euro een aandeel wil hebben, dan koop ik dat nooit, maar dan ook echt nooit in één keer. Ik zal er zeker een aantal keren over doen. En ik vind. 2000 euro per transactie vind ik een prima bedrag. Zeker als je dat doet met een goedkope broker. Ja, dan zijn die kosten niet zo heel erg uh, ver en hoog. En ik heb een gemiddelde prijs. Want ik weet namelijk niet wat of best de beste prijs is. Dus het is een beetje ook. Ja, het is aan de ene kant natuurlijk een stukje. Uh, uh, backup ten opzichte van technische analyse die niet perfect is. Hè, want ik pak toch een gemiddelde prijs. Uh, maar het is in feite gewoon minder risico nemen. Dus dat is voor mij belangrijker dan, dan meer winst maken. Nee, ik, heb dat, ik wil het risico, ik wil niet verliezen. Dat zegt Warren Buffett ook. Les 1. Verlies geen geld. Dat is belangrijker dan te trachten meer winst te maken. Niet verliezen is belangrijker. Hou dat alsjeblieft in de gaten. Dus uh, ja, goed. er zijn even wat punten om uh, in de gaten te houden. Uh, dan is er nog het punt, hou ik rekening. Met eventuele een naar buiten komen van cijfers. Ja, als ik dat weet wel. En er zijn op, web, op de Euronext-pagina of op andere websites. is te vinden wanneer bedrijven naar verwachting met de cijfers komen. Maar er zijn altijd van die bepaalde periodes dat het, dat het in ieder geval zo is. En dat is meestal een maand nadat de periode is afgelopen. Dan komt dat zo'n beetje los. Maar zoek dat gewoon op. Op het moment dat je zegt, ja, ik wil een specifiek aandeel. Wil ik gaan beleggen, dan is het wel van belang dat je even kijkt wanneer komen ze met de cijfers. Dat je niet, stel je voor dat je toch een grote positie wil kopen, dat je niet een dag van tevoren gaat zitten. Want een dag van tevoren, ja, het kan alle kanten op gaan. Het is veel minder risico door een dag erna in te stappen. En niet dat risico te hebben van die cijfers, die mogelijk goed, maar ook mogelijk slecht kunnen zijn. En daar zit altijd een schrikreactie in. Ik vind dat te veel risico, dus ik zit er liever na dan daarvoor. Tenzij ik het idee heb vanuit wat er al bekend is over dat bedrijf... en wat ik weet vanuit de economie, eh, dat, er, dat er iets gaande zou kunnen zijn. Ooit had ik een aandeel eh, dat, dat bedrijf verhuurde olieplatforms en, en vrachtschepen. En die hadden het heel slecht gehad een bepaalde periode... nadat in de eh, Golf van Mexico een olie, olieplatform was ontploft... En eh, je zag dat die markt aantrok, maar de koers was nog niet aangetrokken. En dat was voor mij het punt om er vol in te gaan voordat de cijfers kwamen. En inderdaad bleken ze fantastische cijfers te hebben, want ze waren weer bijna vol verhuurd. Ja, daar, daar hadden de beleggers nog geen rekening mee gehouden. Nou, als je zoiets tegenkomt, dan kan het. Dan zou ik ervoor gaan zitten. Maar de kans dat je dat tegenkomt is niet zo heel groot. Je moet net het geluk hebben dat heel de meute een andere richting opkijkt. En als je zo'n tip ga je niet van televisie afkrijgen, want dan weet iedereen. Het is dus juist als een sector niet op televisie is geweest, daar zou je het kunnen vinden. Ja, en aan jou dan om zo'n zo trend te ontdekken, terwijl ze op televisie en in de kranten dat nog niet hebben gedaan. Dat is best een uitdaging. Ja, en dat is een kwestie van zoeken, kijken eh, naar, de, naar de economie. En, en toch. Uh, het een beetje proberen aan te voelen en er zijn nu verschuivingen. We zien nu de coronamaatregelen hebben keihard ingeslagen bij hotels, uh, bij restaurants, cafés, uh, de, de casino business, de schepen die, die de, de cruises aanbieden. Um, en ja, wanneer gaat dat weer aantrekken? En wordt dat al gezien? Lopen daar de aandelen niet op vooruit? Of lopen ze erop vooruit en heb je het idee van ja, maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Want er komt een tweede golf en dan zijn ze helemaal de, de puneut. Dus ja, als je daar een visie over hebt, dan, dan kan je scoren. Maar als je hem al op televisie hebt gehoord of gezien, vergeet het dan maar. Daar laat ik het even bij. Uh, heb je al een abonnement op dit kanaal? Zo niet. Doe dat alsjeblieft. Word ik heel vrolijk van. Tot de volgende keer. Houdoe.